Jan heeft er enorm veel zin in. En ik weet, en daarom vraag ik, als Jan de beker aan Frans Jan geeft, om hem met een luid applaus te bedanken voor alles wat hij in Tilburg gedaan heeft. Ik weet dat jullie en ik het ontzettend vervelend vinden dat we Jan straks moeten missen. Jan, geef nog één keer eens wat weg. Jan Hamming gaf heel veel jongeren in Tilburg een stem. En hij gaf ze ook invloed. Hij ging e-mailen. Nou, dat was voor een jaar of 20 geleden toch wel echt helemaal iets nieuws. En graffiti op zijn kamer. Jan Hamming, die associëren we ook met wonen en de Hall of Fame. En met Stappen Goor en Irene Wüst en met zoveel andere dingen in Tilburg. En nu heeft hij een hele leuke locatie waar hij afscheid neemt. Typisch helemaal passend bij Jan Hamming. Zijn laatste Twitterberichten van een uur geleden, die staan hier op grote schermen. We nemen afscheid van Jan Hamming in 013 het Popcentrum in Tilburg. Jan is kleindrempelig. Bij Jan kun je binnenlopen. Jan behandelt je altijd even serieus. En het maakt niet uit wie dat er komt. Is het de koningin of is het de burger? Maakt niet uit. Of het was u? En het was mij. Jan die is destijds door mij binnengehaald bij het Centraal Sint-Nicolaascomité als commissie van aanbeveling. Hij heeft het werk van het Sint-Nicolaascomité ervaren. Toen ik 40 jaar bij het Sint-Nicolaascomité was, heeft hij aangezorgd dat ik de gouden speld kreeg van de gemeente Tilburg voor deze diensten als vrijwilliger. Jan Hamming is een goede wethouder en is een hele fijne vent om mee te werken ook. En wij werken dan in het groen en daar heeft hij ook heel veel mee te maken. Dus het is allemaal wel allemaal goed bedacht. Allemaal. Jullie zijn van Diamant? Ja, wij zijn van Diamant, ja. Ja, en dan, we zijn goede bekenden van elkaar, dus zodoende. Je kwam ook regelmatig tegen? Jazeker. Ja, heel veel keer. Toevallig afgelopen dinsdag zei je nog van, nou, het liefste ga ik ze met het stille troon weg. En de koningin die had me niet getekend, daar zat hij dus mee, hè. Ja. Dus, maar voor de verder rest, we kennen elkaar niet heel goed, dus zodoende. Niet dat we elkaar elke dag zagen, hoor. Maar toch wel veel voor Tilburg betekent. Ja, zeker veel voor Tilburg betekent, ja. Zo, ik denk dat iedereen hier aanwezig wel door heeft, en dat weten jullie ook persoonlijk, dat Frans een fantastische inwoner voor onze stad is. Een vrijwilliger die het goud voor onze stad kenmerkt, die een enorme bijdrage levert aan de vitaliteit van Tilburg, maar vooral ook heel veel mensen verbindt en helpt en steunt. Frans is ook iemand, denk ik, die heel erg goed is om mensen sterker maken, mensen ook vertrouwen geven en altijd ondersteuning bieden. Met een, op een wijze die ik vind altijd een beetje terughoudend en bescheiden, maar toch altijd ook heel erg aanwezig, op jouw manier. Ja. Eerder werd jij hiervoor al onderscheiden, Frans, want in 2005 werd je benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Een lintje heb je dus al gehad, dat heb ik dus niet bij me, maar wel iets anders. Om de dank en de waardering van de gemeente Tilburg voor jou en voor al jouw werkzaamheden voor onze stad als vrijwilliger te onderstrepen, krijg jij een gemeentelijke onderscheiding van de gemeente Tilburg, van het college van wethouders en burgemeester. Hartelijk dank. Dat is de gouden speld. Dus, nou. Wat hebt u met Jan Hamming? Nou, ik niks, maar onze kinderen wel. Onze kinderen die gaan straks optreden voor Jan. En dat is een street dance team. Die zijn jeugdsportteam van het jaar. En die gaan zo meteen een afscheidsdansje laten zien hier. Iemand die zo betrokken was bij de mensen in onze stad. En dat is iets waarin Tilburg zich heeft weten te onderscheiden, mede dankzij Jan. Want hij had echte interesse voor mensen. En hij kon dus ook mensen van wie anderen misschien zeiden, die moet je onder druk zetten of die moet je niet mee laten doen of dat wordt toch niks. Die wilde hij er altijd uit hun situatie halen om meer perspectief te krijgen. En dat is in mijn ogen ook zo wezenlijk. Mensen perspectief bieden, ook als anderen dat niet zien. En Jan zag dat. Frank van Pamelen presenteert de avond vanavond. Met Karin Bruursje, ja. Lijkt me heel leuk. We kennen Jan allebei al lang. En het is leuk om op deze manier gewoon iets terug te doen. Ja.
Maar waar ken je Jan van? Vanuit de politiek? Ja, dat begon met de politiek eigenlijk, maar ook privé. Ik bedoel, we hebben privé ook allerlei dingen gedaan. En hij heeft me zelfs getrouwd. En mijn vrouw en ik. Ja. Dus en toen zat mijn vrouw in de gemeenteraad. En daar kennen we. Zo is het ontstaan eigenlijk. En daarna zijn we elkaar nog heel regelmatig tegengekomen op allerlei gebieden. Of het nou politiek is of dat we samen naar een concert van Springsteen gingen of zo. Dat soort dingen. Kan allemaal. Ja. Nou ja, ik heb Jan natuurlijk de afgelopen jaren ook binnen carnaval duidelijk meegemaakt. En Jan kon ook lekker loskomen als je er zin in had. Want Jan had niet altijd zin om carnaval te gaan vieren. Maar als je daar carnaval aan het vieren was, dan had je er echt zin in. En dan ging je er ook gewoon voor. Dus ja, hele leuke herinneringen. Ik vind het een hele grote eer, Frans Jan, om jou deze prachtige beker te overhandigen. Ik hoop dat we morgen weer een prachtige opstoet zullen beleven. En dat de komende jaren de Carnavalstichting nog meer mooie dingen zal doen voor het mooie Tilburg. En dan weet ik ook zeker dat heel veel mensen uit Heusden zullen komen naar Tilburg om te genieten van het prachtige carnaval in jullie prachtige, onze prachtige mooie stad. Van harte wens ik jullie een mooie 4 dagen, heel veel plezier. En ik hoop dat we elkaar nog vaak zullen treffen. Dank jullie wel. En de komende dagen kan iedereen genieten van prachtige evenementen onder leiding van Jean-Pierre de Eerste. En daarbij hoort natuurlijk hoogheid, daarbij hoort natuurlijk de sleutel van de stad Tilburg. Het is een heel zwaar ding, dus ik wil het bij deze overhandigen. Ik hoop dat u de komende dagen goed beheert, zodat burgemeester opstelt de komende dinsdagavond, als hij weer terug is uit Vancouver van de Olympische Spelen, als iedereen lustigmiddels zijn gouden medaille heeft gewonnen morgenavond, de sleutel weer goed terugkrijgt. En dat u goed beheert de komende dagen, maar vooral dat u een fantastisch feest heeft in Tilburg met alle kruiken en kruikinnen. En mijn collega Joost Muller, de carnavalswethouder, helpt daarbij. En hierbij overhandig ik u de sleutel voor de komende 4 dagen. Wij zijn een aantal weken geleden gebeld door Jan. Van of wij deze avond wilden presenteren, aan elkaar wilden praten. En toen vroegen wij van wie heb je nog meer? Wij waren de 5e en 7e. Ja, de enige die konden, ja. De enige die vrij waren vanavond. Dus wij hebben uiteindelijk maar ja gezegd. Om jullie welkom te heten, dus dat willen we bij deze doen. Welkom allemaal in 013. Het is vandaag de eerste dag van het jaar dat de temperatuur ook echt tot de 13 graden kwam. We nemen afscheid van een wethouder die meer dan 13 jaar hier wethouder is geweest. Dus ik mag wel zeggen dat het een vrij, ja, toch wel historische 13 dag is eigenlijk. Ik vind het een afschuwelijke dag dat hij weggaat. Ik heb vandaag een aantal mensen gebeld als secretaresses en mensen om me heen. En toen zei ze van, ik heb nog een sms'je gestuurd, zal ik het voorlezen? En halverwege moest ze stoppen omdat er tranen waren. Ja. Ik belde een ander en exact hetzelfde. Er is heel veel verdriet op dit moment omdat Jan weggaat. Nou, het bestuur hebben we dus gehad, maar ik denk dat deze club niet kan bestaan zonder de inzet van heel veel vrijwilligers, waaronder de sponsorcommissie, maar ik denk heel veel vrijwilligers, die zorgen dat de grootste club van Tilburg zo levend is zoals we vandaag kunnen zien. Dus wat mij betreft een heel hartelijk applaus voor al die vrijwilligers die zich elke keer weer belangeloos inzetten voor Tilburg. Nou, heeft Weri die zijn naam veranderd, heeft Tilburg toegevoegd. Is dat voor de gemeente Tilburg heel belangrijk om zeg maar nationaal of internationaal uitstraling te krijgen? Ja, nou ja, je ziet hier dat dit is ook een omnivereniging. Dus ze hebben ook beachvolleybal. Beachvolleyballers hier, die hebben al geweldig gepresteerd. Die zijn al op de tweede plaats eigenlijk bij het WK bijvoorbeeld, het wereldkampioenschap. Dus er zit hier geweldig veel talent. En als je dus ook talent de ruimte geeft en ook zorgt dat het dan picobello op orde is, zoals Weren die dat doet. Ja, dan heb je dus ook kans om heel goed te presteren, ook internationaal. Jan, kom hier staan. Ja, we wachten een half uur, maar als het om jou gaat, kan ik toch niet achterin staan. Kom hier, hier staan, naast mij. En nou, bovenste knoopje dicht en niemand heeft jou zo gezien op zijn laatste dag, weet niet hoe hij zich moet kleden. Nee, want Jan, doe bovenste knoopje nou eens dicht. Bovenste knoopje van dat jasje. Snap er niks van. Ja, Jan komt dan wel uit Breda, maar heeft een heel groot hart ontwikkeld voor Willem II.
Dus dit gedicht is, dat is de laatste keer dat Willem II overtuigend gewonnen heeft. Dit was 23 november 2008. Ik heb het gedicht gemaakt en de laatste regel was 1 week geldig en daarna niet meer. Ongeloof heet het. Je kunt nu langs de hele Noordpool varen. Er is een man die over water loopt. Een mètre Paul gebak kun je bewaren tot minstens 2 jaar nadat je het koopt. Er zijn wel 1000 miersoorten bekend. Een scharrelkip legt elke dag een eitje. Amerika, dat heeft zijn eerste zwarte president. En Willem II staat in het linker rijtje. Dat was 1 week geldig. Jan, wat zegt de naam T-kwadraat precies? T-kwadraat staat voor sport in de dubbele vorm, dus dubbel T-kwadraat. En dat is omdat wij breedte sport en topsport combineren. Maar dat er ook ruimte is voor onderwijs hier. Dat er ook ruimte is voor jonge talenten om te sporten. Maar ook voor ouderen, want er is ook heel veel ouderen bewegingssport. Dus ja, dus voor allerlei manieren. Dus daarom zeggen we het is sport in het kwadraat. En dat komt allemaal in dit gebouw terecht. Okay. Welke architectonische hoogsteintjes typeren nou dit T-kwadraat? Nou, wat ik zelf heel mooi vind is de entree. En ja, als je daar kijkt, je kan overal door het gebouw kijken. Dus dat vind ik zelf heel erg mooi. Wat ook bijzonder is dat de sporthal niet op de begane grond ligt, maar op 1 hoog. Dus op de begane grond heb je fitness en hebben we de klimhal en hebben we allerlei andere activiteiten. En op de eerste verdieping daar is een sporthal. En die sporthal is prachtig mooi, heel sober ingericht, maar met een uitschuifbare tribune waardoor er een paar duizend mensen kunnen zitten. Waar ook top sport wordt beoefend met de volleyballers bijvoorbeeld straks ook. Nou ja, dus er gebeuren fantastische dingen hier. En ja, ik vind het gebouw ook, wat ik zelf erg leuk vind, is alle theetjes aan de buitenkant. Ja, ja. Dus 013 heeft zijn cd'tjes aan de buitenkant. En hier zijn allemaal theetjes in de profiel van de wand meegenomen. De sportraad bestaat 50 jaar. En we vonden het een aardig idee om ook de gemeente Tilburg, vertegenwoordiger jou Jan, iets aan te bieden van blijvende waarde. En sport is ook een sociaal functioneren, sociaal gebeuren. En daarom hebben we gekozen voor een social bankje. We hebben elkaar gisteren natuurlijk ook gesproken, maar wat ik wel heel belangrijk vind om nog een keer hier te zeggen, jullie zeggen eigenlijk, jij zei net van we voegen nog iets van waarde toe, maar vergis je niet dat je als sportraad de afgelopen 50 jaar enorm veel hebt toegevoegd aan waarde in Tilburg. Kijk wat hier staat, mede dankzij jullie inzet, T-kwadraat, de ijsbaan, nieuwe zwembad. Nou, we kunnen zo wel nog een uur doorgaan, dus er is enorm veel gebeurd dankzij jullie steun als vrijwilligers voor de sport. En Jan, we waren net bij het sport en ik wil met de sport wil ik even Peter Rooms bijvragen. Ik wil, want sport was natuurlijk ook wel iets moois om te doen in mijn handje, Peter. Kusje, of niet? Maar kijk, door Peter Rooms hebben we natuurlijk ook heel veel Olympische dingen mogen aanraken. Peter, vertel even, want waar ben je nu mee bezig? Hoe staat Rooms ervoor? Staat er heel goed voor. We hebben een Olympische deelnemer, Tommy Bolet. Heeft een hele goede kans dat hij daar een medaille haalt. We gaan zelf ook kijken. Ik heb Jan beloofd, ik zou weer een kaartje regelen. Dus daar zijn we nog achteraan aan het gaan. Maar dat is natuurlijk fantastisch. We hebben natuurlijk een Europees judo kampioen. We hebben wereldkampioenen bij de street dance. En Europees kampioenen bij de street dance. We hebben Nederlands kampioen karate. Dus we doen op dit moment op al die niveaus heel erg goed mee. You know it.
Theeparade bestaat uit meer dan 50 deelnemende groepen. Dit houdt in meer dan 1150 deelnemers. Het is een geheel kleurrijke, swingende stoet die door de binnenstad van Tilburg trekt. Wij genieten mee. Meneer Hamming, voor het tweede jaar de theeparade. Wat maakt de theeparade zo uniek? Nou, het bijzondere is iedereen er meedoet. Dus alle gezinten, alle geloven, alle afkomst, alle culturen. Homo, hetero, iedereen loopt mee. En je hebt in Nederland wel een gayparade en je hebt een danceparade. En je hebt allemaal aparte hokjes, zeg maar, die een parade vormen. En wij willen graag op z'n Tilburgs met z'n allen samen. Ik wens u een hele fijne middag. Dank u wel. Het swingt, het kleurt, het danst, het gaat uit zijn dak. Dat denk ik ook. Het wordt een fantastisch mooie dag. Dank u wel. Waarom is de participatieladder ontworpen in vier treden? Nou, wat je ziet is dat veel mensen een cursus hebben gevolgd en vervolgens weer terugvallen in hun oude systeem. En dat is vaak thuis, achter de voordeur en niet meer het huis uitkomen. En wat wij natuurlijk willen is dat mensen nadat ze Nederlands hebben geleerd of eerst de kwalificatie hebben voor zo'n cursus, dat ze dan ook vervolgstappen zetten. En tot nog toe zag je dat vaak te veel mensen terugvielen naar hun geïsoleerde situatie. En wat wij willen in Tilburg is dat iedereen meedoet. Dus dat iedereen daadwerkelijk ook kansen krijgt, maar ook kansen neemt en pakt. En wat wij zagen is dat er weinig mensen dat doen. Uh-huh. Dus wat wij nu doen is dat we ook een aanbod doen nadat men de cursus heeft afgelegd. Naar, dat kan zijn gewoon actief in de wijk te zijn, hè, heel kleinschalig, meedoen gewoon. Uh-huh. Of naar, dat is trede 2, naar vrijwilligerswerk. Trede 3 is een vervolgopleiding of studie. En trede 4 is naar werk. Nou, en wat wij dus willen is, en dat hebben we ook bewust ontwikkeld, goed kijken wat voor mensen er uit die cursus, inburgeringscursus komen. En dan ze een vervolgtraject op één van die vier treden aanbieden. In de 7 jaar tijd dat ik topsport doe, heb jij mij bepaalde mogelijkheden geboden als topsporter. Een sport die niet commercieel is, dus zelf alles bij elkaar moet rapen, letterlijk, om aan de top te komen. Je hebt mij een kans geboden. Naast mijn droom als wereldkampioen was mijn doel ook om mijn sport op kaart te zetten. En dat is met jouw hulp gelukt. Daar wil ik je hartstikke voor bedanken. Ook namens La Salle Sportcup Bart en Olga Doremalen wil ik jou bedanken voor alle steun. Alle geloof die je in ons hebt gehad als sportclub, maar vooral als mijn persoon, als topsporter, als karateka. Dank je wel voor alle steun. En kom een keer op mijn NK-wedstrijd kijken. Dankjewel. Ja. Staat het ook als symbool voor deze dag waar we historie en toekomst aan elkaar verbinden. Een historisch plein opnieuw hebben ingericht dankzij de stem van vele Tilburgers. Ruim 4000 Tilburgers hebben zelf bepaald, middels een soort volksraadpleging, hoe dit plein eruit ging zien. En in grote meerderheid is gekozen voor het ontwerp van bureau Sand & Co. van Edwin Sandhagen. Wat mij betreft een hartelijk applaus voor de landschapsarchitect die dit heeft gemaakt. Suzanne Baart, die noemde dat in de krant deze week van het is. Het heet tegenwoordig multiculturele samenleving, mogen we niet meer zeggen. Laten we zeggen interculturele samenleving met verschillende culturen. Het is net als het weer. We hebben er allemaal een mening over in dit land. Maar het weer is wat het weer is. En we willen allemaal zon. We willen allemaal een zonnige toekomst voor de kinderen die hier voor me lopen. We willen een zonnige toekomst voor de kinderen in dit land. We willen werken aan een goede toekomst. Laten we dat dan vooral ook doen en laten we ook met elkaar vaststellen dat we in Tilburg met meer dan 150 nationaliteiten zijn en dat we de verschillen kunnen overbruggen en dat we ons niet gek laten maken dat we elke keer weer werken aan een toekomst met elkaar. Daar waar de goede krachten zullen overwinnen ben ik ervan overtuigd dat we dat vandaag weer een keer kunnen laten zien. Jan,
Je hebt je politieke 9 levens meer dan gebruikt. En deze stad niet alleen aan enorm veel evenementen, projecten en accommodaties geholpen, maar vooral ook aan vooruitgang en vooruitgangsoptimisme, aan trots en plezier. Ter jouw nagedachtenis zullen er nooit meer bomen gekapt worden. Is het woord mol of midi de komende jaren taboe? Het zou je natuurlijk spijten dat de Tido niet op je konto geschreven kan worden. Maar ik hoorde al iets over de slotgracht in Huisden, dat er plannen waren om die als wielerbaan te asfalteren. Dus we moeten afwachten hoe dat gaat. En nou serieus, Jan, je gaat. En dat spijt ons allemaal, en want daarom zijn wij hier ook allemaal vanavond. Maar het is goed. Weet dat je gaat als Tilburger en dat je van de Tilburgers bent. En weet dat je in onze stad, in ons Tilburg, op handen gedragen wordt. Je verdiensten zijn misschien niet onomstreden, maar wel onomstotelijk. En dat maakt dat het college van burgemeester en wethouders je niet zonder waardering wil laten gaan. En nou Karin, nou ga ik het echt zeggen, want we hebben de hoogste onderscheiding. En die is van zilver. En die zilveren stadspenning die gaat Jan nu uitreiken. En terwijl hij van ontroering een traan wegpinkt en jullie allemaal heel hard gaan klappen, ga ik dat doen. Ik geef je eerst de oorkonde, om een reden die ik je straks zal onthullen. Waar staat erop, Jan? De grote zilveren legpenning van de gemeente Tilburg. Maar het staat ervoor, het college van burgemeester Wethouse heeft bij besluit van 28 februari, als ik bij hoor mij, toegekend. Er zijn momenten in het college van BMW dat Hamming niet oplet. Dan dommelt hij wat weg. En dit was zo'n moment. Hij is eruit gevallen, maar je redt hem weer. We dachten even dat de penning gestolen was, want we zijn nog niet helemaal uit de top 10 qua onveilige steden. Maar Jan, hier is hij. Daverend applaus. Zelf koester ik wel warme herinneringen aan de heel intensieve periode die we hier hebben doorgemaakt in deze buurt. Met een aantal mensen die hebben actie gevoerd. In eerste instantie voor behoud van de woning en vervolgens hebben we met elkaar geconcludeerd dat de kwaliteit zo slecht was. En van de kelders eigenlijk ook niet na diepgaand onderzoek niet bleken te kunnen worden opgeknapt. Dat we met elkaar hebben gezegd van nou dan gaan we ook proberen de buurt goed op te knappen. Waar we ook mensen kansen geven om terug te keren in hun wijk als ze dat graag willen. En maar wel met de kwaliteit die erbij hoort. En ik ben wel enorm trots, vooral op de bewoners die zich toen heel lang en heel intensief hebben betrokken gevoeld. Maar ook daadwerkelijk betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het nieuwe plan. Dus ik wil eigenlijk jullie allemaal vragen een heel warm applaus te geven aan de bewoners die toen zich hebben ingezet om deze buurt beter te maken. Ja, je woont hier bijna in Theresia. Nou ja, ik ben hier veel geweest omdat we natuurlijk heel veel met de bewoners hebben gesproken van hoe kunnen we de wijk echt opknappen. En ja, ik ben er wel heel tevreden over het resultaat, omdat je ziet dat bewoners zijn enthousiast. Het is echt heel mooi geworden. Ik vind het wel een van de mooiste projecten die we de afgelopen jaren in Tilburg hebben gedaan. En de kunst die maakt het af, hè. De rozen die maken het echt af. Nou, we zitten zo direct in de trein en hebben op vier coupés hebben debatten over vrijheid. En één debat mag ik leiden. En het is ontzettend eervol omdat het heel belangrijk is om met elkaar te blijven praten, zeker met jonge mensen, over wat betekent vrijheid. Wat kunnen we leren uit het verleden, 60, 65 jaar geleden de oorlog. Wat zijn de lessen die daaruit getrokken moeten worden, die we ook mee moeten nemen voor nieuwe generaties. En, maar ook hebben over wat is de betekenis van vrijheid voor de komende jaren in dit land. Christian, ik kan het niet anders zeggen. Zonder goeie hebben wij nog niet gehad. En het enige gooitje worden dat een aangenomen krijgt vanaf vandaag. Dat gaat wel goed.
twee trotse burgers. Ja, Jantje, bedankt. Dank u. Bedankt allemaal. Dank, dank. En nou nogmaals Nederlands. Jantje, bedankt. Jantje, bedankt. Jantje, 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 bedankt. Dat zijn eigen secretaresse, dames en heren. Els Koosters. En dat is Aziza, de secretaresse van onze burgemeester. Fantastische vrouwen, hè? Een heel druk 013. Er was geen doorkomen meer aan. Officiële gedeelte is achter de rug. Wij gaan langzamerhand hier het pand verlaten. Maar het zal hier nog heel lang feest zijn. Er zijn verschillende optredens geweest. En er zullen er nog beslist meer komen. Er zijn mooie woorden gezegd. Niet alleen door de burgemeester. En zoals u misschien hoorde door meneer Heers Ballin. Maar door gewone Tilburgers. Die Jan Hamming prijzen. En die er veel mee opgeschoten zijn. En dat is de verdienste van Jan Hamming geweest. Een gewone mens, de wijk in en nou wordt hij burgemeester. Jan, ook namens ons, het allerbeste. En toi, toi, toi.